Auto is op 100 meter van het startpunt. Probleem achter de auto voor Carnissaris Boko. Start is gevallen. Kleine achterstand voor Carnissaris Boko, wel in draf weg, maar niet mee in het duel om de leiding. Dat gaat voorlopig even tussen Eelke Kruis en Dennis Minema. Eelke heeft de kop met kolonel Nieuwpoort. Aan de buitenkant gaat Floris Boltwin hem nu voorbij. Floris Boltwin neemt de leiding over. Kolonel Nieuwpoort ligt tweede. Gail Schenke derde. De vierde plaats is voor Dylan Meadow. Eerste paard in de tweede spoor is Cashflow. Aan de binnenkant daarnaast ligt Bo Gaillard. En daarachter aangesloten Carnissaris Boko. Zo gaat de paard in de rechterbocht door. En daar is de leiding makkelijk in handen van Floris Boltwin. Floris Boltwin, zoals hij het liefste doet, van kop af. Op de tweede plaats daarachter kolonel Nieuwpoort. Daarachter op plaats 3 Gail Schenke. En op de vierde plaats volgt Dylan Meadow. Vijfde kon nu ook inparkeren Cashflow. Op de zesde plaats Bo Gaillard. En zevende en laatste is Carnissaris Boko. Tempo gaat nu ineens fors naar beneden. Een harmonica-effect in het veld. Iedereen loopt bovenop elkaar. En we gingen ineens van 1.13 ongeveer naar 1.23. En Dennis Minema kijkt dus achterom. Er heeft weinig schade plaatsgevonden, maar dat had heel anders gekund. Floris Boltwin leidt. Floris Boltwin, kolonel Nieuwpoort. Daarachter is het Gail Schenke. Vierde plaats voor Dylan Meadow. Dan Cashflow, dan Bo Gaillard. En daarachter Carnissaris Boko. Rustige fase in de koers. Deelnemers wandelen linkerbocht door. En gaan zo meteen de rechte lijn voor de tribune weer in. Dan hebben we nog één ronde te gaan. En Floris Boltwin leidt. Floris Boltwin, daarachter kolonel Nieuwpoort. Dan Gail Schenke, daarachter Dylan Meadow, voormalig paard van Groningen. Peert van Omerloeks ligt op dit moment vierde. En daarachter volgen dan de andere paarden, allemaal in de aangesloten volgorde. En het gaat voor de tribune langs nog altijd niet al te hoog tempo. Leiding in handen van Floris Boltwin. Floris Boltwin, kolonel Nieuwpoort, Gail Schenke. Daarachter op de vierde plaats gaat nu naar het tweede spoor Dylan Meadow. Dylan Meadow is de eerste die aanvalt. Cashflow gaat er meteen achteraan. Daar gaat ook Bo Gaillard weer achteraan. En daar weer achteraan gaat ook naar het tweede spoor. Maar nu weer terug naar de binnenkant en nu weer naar de buitenkant. Carnissaris Boko. Paarden gaan de rechterbocht in. Voorlaatste bocht is dat. En dan gaat Eelke Kruis binnendoor bij de koploper. Dat kan hij beter niet doen. Daar is weinig plek en daar springt zijn paard ook. Kolonel Nieuwpoort maakt een fout. Floris Boltwin blijft aan kop. En kolonel Nieuwpoort is niet meer te zetten. Galop nummer 6. Waagde de aanval binnendoor en dat is een fataal geworden. De tweede plaats is nu voor Dylan Meadow. Paard in de rechte lijn overzijde. Minema kijkt over de schouder. Ziet wat paarden komen aan de buitenzijde. En voorlopig is daar onder andere deelnemer bij die even niet meer helemaal doorzet. Dat was Cashflow. Die wordt nu binnendoor aangevallen en waarschijnlijk ook gepasseerd door Carnissaris Boko. Helemaal aan de buitenkant gaat Bo Gaillard proberen wat meters goed te maken. En zo zijn we alweer in de laatste 500 meter. Floris Boltwin leidt nog altijd makkelijk. Dylan Meadow ligt op zijn rug en aan de buitenkant is het Gail Schenke. En zo zijn de paarden halverwege de laatste bocht. Nu pakt hij ietsje meer voorsprong, Floris Boltwin. Anderhalf, twee lengte op Dylan Meadow, maar die ben je niet zomaar kwijt. Daarachter proberen paarden mee te doen voor plaats 3, misschien wel plaats 2. En zo zijn de deelnemers in de laatste rechte lijn. Favoriet, makkelijk vooraan, Floris Boltwin. Dylan Meadow gaat het nog wel even proberen, maar loopt niet echt in. Carnissaris Boko loopt een dijk van een koers naar die fout achter de auto. Die gaat naar plaats 2 op dit moment, maar het is helemaal alleen. Floris Boltwin die gaat winnen. Dennis Minema, Floris Boltwin, die winnen. Carnissaris Boko wordt tweede. Derde plek, waarschijnlijk aan de buitenkant nog net voor Cashflow. Dylan Meadow is dan vierde, maar dat kan ook nog net andersom zijn.